Goedemiddag. Goedemiddag. U bent vandaag live bij ons in de uitzending bij Kiwi's Vlog. Ik zat gisteren een filmpje te kijken op YouTube over een of andere grappige dingetje. En toen was het heel erg overdreven hoe die mensen in Amerika het nieuws presenteren. Op deze manier. Echt, dus ik dacht, ik ga een keer een vlog de hele tijd zo presenteren. Dus jij zet me nu voor het blok om de hele dag ook op deze manier te gaan praten. Maar wacht, er is meer. Wat er toen gebeurde... Is toch verschrikkelijk, jongens? Nee, we gaan niet de hele vlog zo praten, want ik weet zeker dat jullie nou gelijk wegklikken. Anyways, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb geen lange aandacht. We zijn in het centrum. We zijn in het centrum van Zeist, ja. En ik ben hier al 500 jaar niet meer geweest. Zeist is hier ook opgegroeid. Ja. Maar zijn we ook nu ergens anders? Ja. Dus we zijn al 700 jaar niet geweest. 700? Kan je nagaan hoe oud ik ben? En hier ruikt het altijd zo lekker in deze straat, weet je, een rondkippetje. Daarom. Wel zielig, hè? Ik vond het altijd zielig, maar het ruikt wel lekker. Anyways. Daar werkte toch vroeger. Ja. Dat was toch Jack de Knipper? Ik wil het toch zeggen, maar dan ga ik het zeggen of niet. Jack de Knipper. Ken ik het? Heb ik nooit verteld. Moet ik even hier vertellen. Hoor je dat? Anyways. Jack de Knipper. Kennen jullie die nog? Ik ben even dat meegekregen in het nieuws een paar jaar geleden. Er was een gast die hier in Zeist alle liftkabels doorknipte in een hele grote flat. Een paar keer. Dus een paar weken later weer had ze allemaal weer gemaakt. Al die liftkabels heeft hij allemaal weer doorgeknipt. Wie was het uiteindelijk? Niet een vriend van me, maar een bekennis van me. Een vriend van vrienden, soort van. Dus, iedereen, ik ken hem. Iedereen heeft een freak nasty ass, ja, weet je wat in, het is? In je omgeving. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik ken hem dus en ik weet wat hij heeft meegemaakt allemaal. Dus ik snap dat hij een beetje gek is. En het is wel heel zielig allemaal. Het is gewoon zielig. Maar dat is toch vaak met dat soort mensen, weet je wel. Ja. Gewoon, of je moet echt koekoek zijn. Ja. Of je en dat is eigenlijk ook zielig natuurlijk. Ja, want, altijd, eigenlijk is het altijd zielig. Het is eigenlijk, ja. Maar die werkte dus hier in die sleutelmakerij, in schoenenmakerij. Dus, Jack de Knipper. Google het maar. Jack de Knipper. Omdat ze dus niet wisten wie het was, weet je wel. Jack de Ripper. Ik weet niet of ze het goed horen. Er zitten drie oudjes nu naar ons te kijken. Zie je het? Er zitten drie oudjes naar ons te kijken, gezellig. Zullen we ze ook vloggen? Anyway, we hebben vandaag zussendag. Ja. Zij is er nu. Straks komt bij mij thuis onze halfzus. Ja, voor de mensen die het niet weten, we hebben ook nog een halfzus. A sister from another... Nee, niet from another mister. Een sister from another mother. Een sister from another mother. Een sister from another mother. Dus. Zus van een andere moeder, dezelfde vader. Ja. Je weet. Maar die komt straks. Dus we hebben zussendag. En mijn arm is moe. Maar wij gaan dus oldschool weer door het dorp lopen. Zoals vroeger. Ze hebben niet eens meer een snoepwinkeltje hier. We gingen vroeger altijd elke vrijdag. Dan kwamen we bij papa. Papa slaapt en die woonde hier zo achter zo. Ja. En dan gingen we altijd eerst eten. Bij papa even een beetje klitsen. En daarna zeiden we koopavond. Gingen we de stad in. Altijd. Elke keer. Geen geld, niks. We waren jong. Winkel in, winkel uit. Kleding passen, weet je wel. Een beetje make-upjes opdoen, dingetjes. En aan het einde. Altijd gingen we naar de drop-in. Snoepjes halen. Snoepjes. Van je allerlaatste zakgeld, weet je wel. Van echt losse snoepjes kopen. Ja. Lekker. Maar die hebben ze dus niet meer. Ik zei van, dat gaan we dus doen. Maar die hebben ze dus niet meer. Nee. Jammer. Geef toe. Het is het lekkerste ijs. De Frassini-ijs in Zeist. Nou, heb ik ook wel eens ook nog lekker ijs gegeten, maar dit is echt wel inderdaad gewoon de structuur, de dikte en zo daarvan is echt lekker. Ik heb vet handig ding gekocht. Kijk joh. Wil jij ook? Shoplog. Tomaatsnijer, hoe handig is dat? Gewoon bam, klaar. Bam, 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 klaar. Hier ook. Hoe heet zo'n ding? Appelsnijden. Ook handig. Bam. En twee conditionories. Want die waren in de aanbieding bij de Ahoy. Lekker in mijn oksel gekeken. Doe ik wel heel. Heb jij nog iets nuttigs gekocht? Of alleen maar lekkere dingen? Ik heb alleen maar lekkere dingen gekocht, maar ik heb ook... Oh wacht, ik heb ook een fles voor mijn smoothies. Handig toch? Gewoon een fles zo. Ginger egel. Kijk nou, schattig. Ja. Yeah. Bosegel. Bosegel. Klein stenen egeltje. Vet lief gezichtje heeft hij. Een egeltje die in het bos is geweest en een paddenstoeltje heeft meegenomen. Heeft hij een paddenstoeltje? Vet schattig. Waarom egeltjes?
Egeltje staat soort van synoniem aan papa. Het staat voor geluk. Ja. Heel kort, heel kort. We hadden ooit gesprek met mijn vader. We beter willen leren kennen en zo. Heel kort. En waar word jij nog gelukkig van? Ging die grappig doen. Haha, dit en zo, weet je wel. En dan ging altijd grappig doen. Ik zei, geniet jij wel van het leven? Geniet jij wel van het tuurlijk. Leven? Tuurlijk. Geniet van egeltjes. Van wat zei hij nog meer? Ja, gewoon, ik geniet van egeltjes. De bloemetjes, de egeltjes. En toen waren we weer vriend, we hebben het over serieuze dingen. Hij was altijd zo'n fan die grapjes ging maken als het persoonlijk werd. Anyways, uiteindelijk werd altijd een grapje over egels. We werden altijd zo van, ben je gelukkig? Ja, kijk je naar egeltjes? Zoiets, weet je wel. Zie je de egeltjes en zo. Ja, precies. Dus egeltjes staat voor geluk. Precies, en toen mijn vader ziek was, had ik een egeltje voor mijn eigen decoratie gewoon gekocht. Want het was herfst. Deze. Toch? Ja, zijn neus is eraf nu. En die had ik toen bij mijn zoon bij het ziekenhuisbed zo ernaast gelegd. Altijd die egeltje erbij, altijd. En nu sparen we egeltjes. Ja. Komt toch neer. Wij worden inderdaad van die oude vrijster straks met 500 miljard egeltjes in weet huis. Weet je wel, overal plankjes met alleen maar egeltjes. Nee hoor, ik heb er maar drie. Ik heb er maar drie, jongens. Nee, je hebt ook nog een knuffelegel. Ik heb ook nog een knuffelegel en een egelsleutelhanger. Ja. Hier is mijn knuffelegel. Hier is mijn knuffelegel. Vet, schattig. En mijn sleutelegel. Dus we hebben overal egels. Ja. Dus als je nog leuke egels hebt. Ik heb er thuis ook nog, wacht even, met knuffels erbij. Nog zes stuks. Oeh! Daar is onze zes! Daar is onze zes! Hallo? Ze heeft de fiets bij haar waarschijnlijk. Moet je fiets in de schuur? Moet je fiets in de schuur? Kan hoor, fiets mag in de schuur. Of is ze binnen? Ben je binnen? Ja, oké. Okay. Hallo? Hallo? Snaaien. Hé, hey, er is ze. Snaaien gaan. Er is ze, snaaien. Ze is nog een paar uur. Ja, we hebben al zitten kletsen. Heel veel gekletst. Heel veel gekletst, ja. Dat is nodig. We mogen geen kletsen zeggen van mama, hè? Geen kletsen? Nee, want kletsen? Dat is eigenlijk boinkje, sjeboinkje, of nee, niet? Nee. Doing the boom shakalak. Nee, dat is iets. Ketsen. Nee, dat is iets wat mensen zeggen over vrouwen die praten, die over niks praten. Gewoon kletsen. Gewoon een beetje kletsen. Oké. Dus wij moeten zeggen dat we gewoon gezellig aan het praten geweest zijn. Ja, praten, ja. Wij hebben hier lekkere cherry tomaatjes en lekker basilicum gewoon. Plukken, dingetje erbij. Lekker, lekker. Even voordat de rest gegeten wordt. Want we gaan, wat gaan we eten? Gewoon mijn koude pasta salade. Gewoon haar koude pasta salade. Ja, ik kan vaker gemaakt. Je weet toch? Pasta, paprika. Pasta, paprika. Komkommer. Roomkees. 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 Spekjes. Lekker gek. En wat doen ze in Italië? Doen ze altijd een dingetje met olie. Nee, wacht, kom hier. Oh, kom hier. Als in Italië, dan beginnen ze met kook. Voordat ze beginnen, doen ze olie op een bordje. Kan je het zien? Kan je het zien? Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Met een beetje brood, maakt niet uit wat voor brood. En dan thuis het koken, lekker kletsen met je bezoek. En dippen. Dan krijg je allemaal wat aan, hè? Van kletsen krijg je allemaal. Ja. Je bent echt poef, gewoon poef. Echt, hè? Ja, echt. Dat betekent dat het de vocht in de lucht. Ja. Dat het heel erg is. Ja, loop ik al de hele tijd zo rond? Een beetje. Met mijn... Maar het is nu even... Het was nu met even... Met mijn halo. Halo. Bismillah. Wat? Bismillah. Bismillah. Lekker. Een soort crostini hart dingen. Hart kraak. Hey, eet smakelijk, hè? Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Is goed, joh. Mmm. Dag. Dag. Ga je er alweer vandoor? Alweer? Ja, zij we zien. Het is al 2 uur 's nachts. Echt niet? Lieve beet. Ze loog tegen mij. Alsof ik een kind was. Ze dacht zeker dat ik helemaal blind was. Je weet. Heb je alles? Ik denk het. Ga je lekker slapen? Dat hoop ik. Dat is wel de bedoeling. Kijk, heb ik van mijn andere sussie gekregen. Mijn maraakstas. Maraakstas? Marrakesh-tas. En deze komt echt uit Marrakesh. Deze noemden ze Marrakesh-tas in de winkel. En die tas heeft maar ze deze... echt in Marrakesh gekocht. Nee, niet in Marrakesh. Oh nee, hè? Deze heb ik in... Rabat. 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 Je weet toch? Jij weet. Dag. Nama. Give me one night only. Ken je van die dagen dat je alleen maar diepgaande, serieuze, persoonlijke gesprekken hebt? Dat hebben we vandaag gehad. Ik ben echt heel erg moe. Maar toch ga ik even naar mijn homeboy, want mijn homeboy is ziek. En dat vind ik zielig. Zielig vind ik dat, jongens. Hoi. Hoi.
Hij is Ali G aan het kijken. En Ali G had vroeger al een onesie aan. Wat een mafkezen. Hoe heet deze film? Ali G in the house. Ja, yeah, in the house. Ali G in the house. Respect K. Zegt u dat ook zo? Met K? R-E-S-T-E-P-C. Ja, maar dat heeft hij van Eddie Murphy. Wil je het nog even kijken? Dat is bijna afgelopen, een paar minuten. Oh, spannendste deel. Oké, doei. Doei. Slaap lekker, tot morgen. Tot morgen. Doei.